Danny bedelt als het donker is. Hij kiest een plekje in een drukke uitgaansbuurt. Danny is een levensgenieter. Hij slaapt in een kraakpand, maar geregeld brengt hij de nacht door met een vrouw. Hij geeft hun seks in ruil voor een warm bed. Over een paar maanden, terwijl ik aan het bedelen was, dat is nu een jaar aan een stuk dat ik die vrouw zie. Diezelfde vrouw, die stopt altijd. Altijd maar praten. En over een paar maanden zegt ze te mij, kijk, zou het niet beter zijn dat je bij mij komt? En heb je dat niet lang uitgehouden? Heb je dat maar 3 dagen uitgehouden? Hoe komt dat? Ja. Als ze beginnen wetten te stellen, van te zeggen, kijk, je moet je vrienden en al laten vallen. Hey, vrienden, het zijn straatvrienden, waar je mee samenleeft. Je mocht die mensen niet meer contacteren, je mocht er niet meer bij gaan. Dan gaat dat niet bij mij. Je moet op de tweede plaats gaan werken. Dat is geen probleem, ga werken. Maar ten derde, je moet niet meer drinken. Ik zeg, nog iets? Roken. Die houden niet dat ik rookte. Dus ik moest elke keer dat ik een sigaret rookte, moest ik naar beneden gaan. En buiten mijn sigaret roken. Ik zeg, oh, dat is te veel. Ik zeg, dat gaat niet. Ik heb het toch lang. Zeg, stop. 3 dagen heb ik het uitgehouden. Ik heb het nog lang uitgehouden. Ja, maar ik heb het 3 dagen uitgehouden. Dat is lang. Ja. Het is ijzig koud. De kinderkopjes op het Vossenplein zijn spekglad en de marktkramers zijn wat vroeger vertrokken. Een oude man, gehuld in een soldatenjas, blijft alleen achter. Hij probeert zich te verwarmen aan een geïmproviseerd vuurtje. Clément. Aan het warmen? Brandt niet zo goed, zie ik. Nou, je moet hem wel helmetten. Wat? Helmetten. Ja, het is al wel nat, hè? Ja, maar dat is al wel bannen. Ja? Wat tuin komt. Ik heb geen helmetten meer. Ah, ik ook niet. Dat is... ja. Zaken kunnen doen vandaag? Heb je zaken kunnen doen hier? Iets kunnen vinden dat u aanstaat? Ik heb toch al een druppeltje gehad. Je hebt al een druppeltje gehad, dat is al goed, ja. Met mijn café. Wat is dat allemaal? Is dat van u wat daar ligt? Ja, ja. Verkoopt u dat of zo? Of, Nee, dat is mijn eten. Anders je eten? Jij verkoopt niks hier op de markt. Nee. Dat is geen avond. Of ze kopen niks. Nee. Oh, maar ik heb mijn vader. Daar gebeurt niks. Komt van weer. Ja. Ze kopen niks, jong, maar het is het van niet. En dan ze door. Ja. Nee. Dat is gelijk als ik. Ja. Nee, man. Welke bron van inkomsten is, durft u al eens hand uitsteken, hè? Ja? Nee? Heb je zo'n vaste plaats waar je zit? Heel altijd bekend, hè? Ja. Nou, dat staat toen de kerk. De kerk. En dan door. Dat Turken. Ja. Dat is Kunsthoes en Soeterdoes. Wat? Soeterdoes en Kunsthoes. Ja. Is dat een goede plaats daar? Ja. Café een beetje van tijd eten nu. Ja. En de kerk, als de mis gedaan is, krijg je dan goed? dat is niet vuil, want daar nee. Zijn soms de mensen. Van doen is geen 50 frank van die gast. Maar goed, hè? Dan heb ik erbij als niks, hè? Ja. Kerkportaal is de geliefkoosde standplaats van Clément.
Je bent een paar trekjes. De buurtbewoners kennen Clément en geven met gulle hand. Ze brengen hem vooral eten, kaas en spek. Maar boze tongen beweren zelfs dat Clément rijk is. Clément woont in de Liefdadigheidsstraat. Clément. We proberen binnen te geraken, hè? Zo, hoe is het? Goed geslapen? Oh, schön, ja. Je bent al vroeg op? Je bent al vroeg op, zeg ik. Ja. Staat je alle dagen zo vroeg op? Nee, maar ik moest even aan schoenen, hè. Ja? Met mijn paspoort. Ja? Waarom? Wat is er aan? Ik heb geen. Ah? Komt dat? Hij zei dat er iemand toegekomen was met mijn paspoort, maar... Hij zou wel boos zijn dat ik van de trap gevallen was. Ja. Hij wou gewoon geld wel in de bank. Ja. Maar dat had er weg. De alles is weg. Geen veel geld staan op de bank. Bah, nee. Er wordt nogthans gezegd dat jij. Ja, de bank ja, ze zeggen staan, dat. Ze zeggen dat. Ja. Ze zeggen dat, bah, nee. Nee? En dat ik, godverdomme, moest wel geld hebben, ik koop mijn kasteel. En zo in uw eentje, gaat dat goed? Kun je plan trekken alleen? Moet wel. Heb je veel vrienden hier in de buurt? Oh, ik heb beter geen hebben. Beter geen vrienden hebben? Oh ja. Wat doe je dan zo de hele dagen? Nee, bij de pastuur en bij Monica. Ja. Ja, maar ik ben eigenlijk de visser zelf. Ja, ja. Want ik heb lang gewoon uit in de pijp gelopen. Nou, zelf bij zo'n zatlappen, zo'n teven aan Chinezen. Oh, nou, zelf, denk ik in een zot. En waar ga je nu dan eten? Met Monica van daar. Ja. Maar als de man jongens doet, wil ik het niet zelf. La vie est dure. 83 ans. Yeah.